start van de vakantie Bijbelschool, Esperanza Viva verwelkomt twee nieuwe zielen en het radioprogramma Geloof voor Vandaag en Wanyoundé Broko. Deze berichten en meer in Nieuwsflits in beeld. Op Sabbat 19 augustus vond in de gemeente Sion een gezegende doopdienst plaats in samenwerking met Esperanza Viva. Tijdens deze plechtigheid werden twee nieuwe leden verwelkomd in de grote familie van de gemeente Esperanza Viva. De doopceremonie werd geleid door pastor Steven Tulp en pastor Amasias Costa. De vreugde van de doop straalde zowel in de hemel als op aarde. Een bijzondere Sabbat waarin de Sionkerk en Esperanza Viva samenkwamen voor een dienst in zowel het Nederlands als het Portugees. De viering werd afgesloten met een gezamenlijke lunch tussen de twee kerken. Glorie aan de Heer! Op Sabbatmiddag 19 augustus organiseerde de gemeente Sion een succesvolle tweede tienerclub. Het thema was Ik ga mee en neem mee geloof. Tieners deelden hun geloof, bespraken geloofitems en benadrukten Gods bedoeling voor man en vrouw volgens Gods plan. De tienerclub van Sion staat onder de sterke leiding van zuster Natasha Fortune Lynch. Mogen God jullie blijven leiden. Op 21 augustus begon de vakantiebijbelschool op het Veritas schoolterrein, georganiseerd door de gemeente Bethel, en op de OS Petunia school in Zorg en Hoop, georganiseerd door de kerken Centrum en Zion. Met 38 kinderen aanwezig op de Petunia school en 40 kinderen op de Veritas school, die werden begeleid door toegewijde leiders die als één hecht team samenwerkten. Zijn de vakantiebijbelscholen goed georganiseerd en ook goed bezocht? Een van de vrouwelijke leiders, zuster Lilian Adel, benadrukte: we hebben veel getuigenissen van hoe wonderbaarlijk God heeft gewerkt. Aan God alle eer. De kerken Ebenezer, Philadelphia en Sanderij
en de gemeente Exodus in Mungo zijn zich ook aan het voorbereiden om de volgende week met de vakantiebijbelschool van start te gaan. En als extra activiteit voor de geestelijke opbouw van de gemeente Exodus start pastor Guno Emanuelson in dezelfde week met een opwekkingsweek. Wij bidden de Heer voor een goede oogst. NFB houdt u op de hoogte met meer VBS-nieuws en opwekkingsnieuws. Tune elke zondagochtend om 6:30 in op Radio Apinti voor het programma Geloof voor Vandaag en Wanyun de Broko, gepresenteerd door uw vrienden, de Zevendaagse Adventisten in Suriname. De presentatoren zijn voor Geloof voor Vandaag, broeder Giovanni Manhoef, en voor Wanyun de Broko, zuster Rushama de Jong-Korndijk, met producer broeder Wayne Telg en de vertaler broeder Leslie Korndijk. Vertel het door. Vrienden van de Melkcentrale hebben opnieuw gedoneerd aan de Surinaamse zending. Deze keer zullen de 12 liters melk bijdragen aan het jeugdkamp Te Jou Jou. Hartelijke dank aan de vrienden van de Melkcentrale. Ook dank aan de leden die hun bijdrage in natura of financiën hebben gegeven aan het jeugdkamp en tienerkamp Grand Tangi. Zijn er nog andere leden die hun bijdrage willen leveren? Maak u contact met de Surinaamse zending. De jongeren rekenen op uw medewerking. Het vrouwendepartement van de Surinaamse zending organiseert een paneldiscussie met het thema End It Now, Stop Geweld. Een deskundig panel bestaande uit een maatschappelijk werker, politieagent, counselor, psycholoog en overlevenden van huiselijk geweld zal aanwezig zijn. De inloop is om 4:30 's middags en het geheel begint om 5:00 op zaterdagmiddag 26 augustus. De plaats is in de Centrumkerk voor alle volwassenen en voor de kinderen is de locatie de multipurposezaal van het zendingskantoor. Dus iedereen is uitgenodigd. Op zondag 27 augustus volgt een rondmars om 4:30 met hetzelfde thema, waarbij iedereen die meedoet beleefd wordt gevraagd rood, zwart of witte kleding te dragen. Laten wij als Adventisten samen een krachtige nee zeggen tegen huiselijk geweld. Kom in grote getale. De voorronde van Bible Connection is voorbij, op weg nu naar de zendingsfinale op 2 september. Plaats is de gemeentecentrum om 5:00 's middags. Meer dan 10 finalisten doen mee. Wie gaat naar de Unifinale in St. Vincent om Suriname te vertegenwoordigen? Courageous to go. Dit is het thema van het aankomende tienerkamp op de kinderboerderij van donderdag 14 tot en met maandag 18 september. Verwacht boeiende discussies, sport, studietips, handenarbeid en vooral een mooie tijd met Jezus, de kindervriend. Mis dit avontuur niet. Beste jeugd, de vakantie nadert en ons jeugdkamp staat weer voor de deur. Dit jaar reizen we naar Jou Jou aan de Boven Suriname van 5 tot en met 10 september 2023. Het thema van dit jeugdkamp is een machtig leger, creatief in missie. De uiterste betaaldatum is op vrijdag 1 september. De betaling geschiet bij de jeugdleider van jouw gemeente of op het kantoor van de Surinaamse zending. Kan je alleen vanaf het weekend? Maak dan ook contact met de jeugdleider van jouw gemeente voor meer informatie. Dus spaar, maak je klaar en ik zie je daar. En tot slot, alle jarigen van harte gefeliciteerd. De Surinaamse zending feliciteert onze Biggie Smas,
broeder Stanley Hoepel, 86 jaar, zuster Babel, 95 jaar en zuster Eltenberg, 99 jaar. Wat een grote zegen! Dank u voor het willen kijken naar NFB. Maar voordat ik u groet, wil ik u een Bijbeltekst meegeven, gehaald uit Psalm 112, vers 1. Halleluja! Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de Heer en grote liefde voor zijn geboden. Tot de volgende keer met meer nieuws via NFB. Nieuws met zijn beeld! God bless you.